Nou, een hele goede dames en goeiedag dames en ik ben Warren. We hebben Ibbe. En wij hebben jullie. Remmelt. Remmelt en wij hebben jullie 3 tips. 5 tips. Tegen de Omniworld variant om de vaccinatie creëren. Ja. Nou, we gaan door naar tip 1 en je moet even opzoeken. Oké, sorry. Kom op. Oké, sorry. We hebben twee paar handschoenen. Die doe je aan als volgt. En als het goed is. Hey, wat? Ik ben Warren. Hey. Oh ja, ik zag je niet. Ik gaf hem een hand, maar ja. Hij is helemaal niet ziek. Nee, want het werkt. Het is wetenschappelijk bewezen. Het werkt. Tip 2. Tip 2. Oké, we hebben een injectie naald. Gevuld met mozzarella vocht. Met kerst. We hebben een injectie naald. Gevuld met mozzarella vocht. Die steken we in onze arm. Doe het zelf. Doe het zelf vaccin. Doe het zelf vaccin. Dat werkt, want dat heb ik gisteren. Kan dus ook met mais. Dat kan ook, hè? Wat heb ik nou gezegd over mais? Ik bedoel dat niet aan blik dan, hè? Nee, dat werkt ook niet. Het is mozzarella vocht of het is artichokken vocht. En dan injecteer je jezelf. Dat hebben wij gisteren gedaan. Ja. En we zijn niet ziek. Nee. Trek je conclusie. Ik bedoel, we zijn niet ziek. Dus het werkt. 100%. Ja, 100%. Maar weet je wat ook zo is? Gisteren hadden we bijvoorbeeld mozzarella vocht in een injectienaald gedaan. Toen hadden we dat ingespoten. En we zijn niet ziek geweest, dus het werkt. Dat heb ik net gezegd. En nu wil ik door naar tip 3. En dan moeten we wel even bekijken met onze juristen. Of we dit allemaal. Ik denk dat we dat wel kunnen vertellen. We hebben een kerker gebouwd, daar ook bij de brug. Dinges, weet je wel? Nee. En wat wij doen is, wij dumpen daar mensen in die ziek zijn. Die besmet zijn, die dumpen we in die kerker. Gooi je af en toe half wit naar binnen. Ja, want anders krijg je gezeik met de Verenigde Naties. Ja. De mensenrechten en zo. En je hebt ook mensen die zitten daar. En die, als je lang, misschien wist je dat niet, maar als je lang dan niet eet, dan krijg je ontzettend honger. Dus dan is het wel belangrijk dat we precies. Een half wit naar binnen mieten. Ja, dat is wat we doen. Maar het mooie is, het is een soort van win-win situatie. Omdat wij hebben geen last meer van al die mensen die heel aan het mekkeren zijn dat ze ziek zijn. Ja, daar hebben we geen last meer van. Nee, ja. En zij hebben wel last, ja, eigenlijk. Maar daar hou je toch, daar kan je niet omheen. Daar kun je gewoon erbij. Win-win, in principe. Ligt nou hoe je het bekijkt. Dit waren de 3 trips van middeleeuwse toestanden in die kerken. Middeleeuwse toestanden. Maar dat hoort ook bij kerken. Bij kerken. De associering bij kerkers, toch? Kerker, dat is iets uit de middeleeuwen eigenlijk. Maar je hebt geen moderne kerkers. We zijn nu bij het einde gekomen van deze aflevering. Dus dat waren de 3 tips van Warren en Ibbe.